Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een paar emojis voor jullie. En dat zijn emoji ringen. Die kunnen licht geven. Als je die hier op drukt, dan beginnen ze te knipperen. We hebben er eentje met hartjesogen. Dan de kussen emoji. De emoji die huilt van het lachen. Dan nog een kus en verschillende die dubbel zijn. In totaal zijn het 11 stuks en ze kunnen allemaal knipperend licht geven als je erop drukt. Ik denk dat dit best wel cool is voor een feestje. En dan krijgen alle gasten zo'n coole emoji ring. Ik vind hem echt leuk. Helaas kun je de batterij niet vervangen als ze leeg zijn. Dan werkt de ring helaas niet meer. Dat lijkt me in ieder geval wel. Maar dan kun je de ring daarna nog als normale ring gebruiken. Ik ga het licht eens even uitdoen om te kijken hoe het er dan uitziet. Zo ziet het eruit als het donker is. Het is net een disco geworden hier. Echt cool. Ik vraag me af hoe lang ze door blijven gaan met knipperen voordat ze uitgegaan zijn. Ik geloof dat dit voor een tuinfeestje echt heel leuk is. Of misschien voor een verjaardagsfeestje. Voor een kinderfeestje is het vast ook wel een hit. Er zaten 11 stuks in de verpakking. Ik weet niet waarom. 12 was misschien wat logischer geweest. Of 10. Zo'n even getal. Met 10 zou je dan aan elke vinger een emoji ring kunnen doen. Het goede is ook dat ze een beetje elastisch zijn. En je krijgt ze dus eigenlijk over elke vinger. Misschien niet iets voor elke dag, maar voor bijzondere gelegenheden is dat vast wel leuk. Je hebt helaas niet 11 verschillende emojis, maar wel die met de hartjesogen, het kusmondje en degene die huilt van het lachen. Oh, maar dat was diegene met de uitgestoken tong, dus die is dan wel anders. Dus dan zijn het 4 emojis in plaats van 3 zoals ik eerst dacht. Laat me maar weten wat jullie lievelingsemoji is. De mijne is denk ik wel echt die daar. En ik denk dat ik deze ringen vanaf nu gewoon elke dag zo ga gebruiken. Uiteraard niet. Ik denk dat ik ze cadeau ga doen. Ik ga ze aan iemand geven. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk ook niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!